Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Juri en vandaag ga ik jou laten zien wat de makkelijkste manier is en de snelste manier om je koffer in te pakken. Maar voor het zover is wil ik je even vragen om je te abonneren en dan gaan we nu naar de tip. De vakanties komen er weer aan en als er één ding is waar ik echt een gruwelhekel aan heb, dan is het inpakken van mijn koffer wel. Ja, zoals je ziet heb ik er weer lekker een bende van gemaakt. Maar ik heb een tip voor jou, waardoor je dit binnen no time hebt gefixt. En ik zorg ook voor dat je meer kan meenemen. En je hoeft ook niet meer te zeiken als je aankomt. Wauw, zoveel tips. Nou, sowieso is het handig om eerst alles eventjes netjes te ordenen. Sokjes bij elkaar, onderbroekjes bij elkaar, zwembroeken, broeken. Maar dat is niet de tip die ik jou wil meegeven. Nee, wat je namelijk zou moeten doen, in plaats van dat je het zo opvouwt, je broeken, je shirts en alles, zou je het eigenlijk moeten oprollen. Want wanneer het oprolt, dan hou je veel meer ruimte over in je koffer om nog meer dingen mee te nemen. En als je het oprolt, dan zorg je er ook voor dat er geen kreukels in komen. Als je het een beetje strak doet natuurlijk. En tot slot kan je ook nog eens heel goed in je koffer zien waar alles precies ligt. Oké, waarom zou je dit nou moeten doen? Nou, ten eerste wordt het allemaal een stuk compacter in je koffer, dus je kan veel meer meenemen. Ten tweede hoef je veel minder te strijken, omdat er veel minder snel kreukels in komen. Ten derde kan je precies zien waar alles ligt in je koffer. En tot slotte is het oprollen van kleding gaat veel sneller dan het opvouwen van kleding. Vond jij deze video nou handig? Vergeet je dan niet te abonneren. Geef ook even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En heb je nog zelf tips of heb je misschien een probleem? Laat het dan ook even weten in de reacties. Misschien dat wij er wat mee kunnen doen. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig!